Hoi, ik ben Jim van Bakshop en vandaag ga ik jullie wat vertellen over de Aira TDC Hybrid Beam. Een leuk lichteffect wat goed toe te passen is in je kroeg, ter aanvulling op je drive-in show of in je discotheek. Wat zo mooi is aan de TDC Hybrid Beam is dat het een effect is uh, tezamen met een uh, washlight. Dat zien we meteen al aan de voorkant. We zien een, uh, een strip met, met leds. Dat zijn rode, groene en blauwe leds, welke zorgen voor een wash uh, door je zaal heen. Uh, aanvullend kun je gebruik maken van de twee effectlenzen die, uh, die aanwezig zijn in het effect. Achter deze lenzen zitten dan ook weer rode, groene, blauwe en amberkleurige leds om zo het effect te maken. De Aira TDC Hybrid Beam is in totaal voorzien van 144 leds aan de voorkant. Het zijn 144 10mm leds uh, verdeeld in rode, groene en blauwe clusters om zo een mooie wash door je zaal heen te kunnen leggen. Het is al heel leuk om het effect te gebruiken op een dansvloer of op een muur. Maar om het effect echt een beetje te kunnen versterken, is het heel erg mooi om gebruik te maken van een beetje rook. Zodat alle beams reflecteren op de, op de rook en zo de bundels zichtbaar worden. De metalen behuizing van de TDC Hybrid Beam zorgt voor een stevig geheel zodat u hem veilig kunt vervoeren. Hij kan tegen een stootje. Ook is het zo dat de meegeleverde beugel ervoor zorgt dat hij makkelijk op te hangen is in een truss of aan het plafond. De TTC Hybrid Beam um, beschikt over een aansturingsmogelijkheid van drie DMX-kanalen. Deze kanalen geven je de controle over de twee Moonflower-effecten aan de zijkant en de uh, wash aan de voorkant. Verder is het zo dat die te gebruiken is in de standalone modus. En dan kun je kiezen uh, uit uh, drie verschillende programma's en een geluidsgestuurd programma. De geluidsgevoeligheid uh, van de interne microfoon is uh, op de achterkant meteen in te stellen. We kijken meteen eventjes naar de achterkant. Wat meteen opvalt uh, zijn de stroom in- en outputs. Dit maakt het makkelijk om je andere lichteffecten ook te voeden vanuit één uh, en dezelfde lijn. Dan hebben we de DMX in- en output om de Hybrid Beam DMX aan te kunnen sturen. En verder zien we hier het overzichtelijke display met daaronder de vier knoppen om, uh, om door het menu te kunnen bladeren. En tot slot hebben we ook nog het oog om de safety aan te kunnen bevestigen wanneer deze in een trus hangt. Als we meteen eventjes naar het display kijken, dan zien we dat we als eerst het DMX adres kunnen aanpassen voor de aansturing via DMX. De master of slave modus kunnen instellen wanneer we meerdere hybrid beams aan elkaar doorlussen. De auto modus kunnen instellen waarbij we de keuze hebben uit de drie verschillende programma's en de geluidsgestuurde modus kunnen aan of uitzetten. Uiteraard hebben we ook weer een mooie demo video van dit product geschoten. Deze kun je bekijken door eventjes hier rechtsboven te klikken. Dit was een review over de TDC Hybrid Beam van Aira. Wil je nu meer weten over dit product? Klik eventjes hier rechtsboven of hieronder om direct door te gaan naar ons productpagina. Hier vind je alle specificaties en kun je hem eventueel direct bestellen. Vond je deze review nu leuk, nuttig? Like hem, deel hem en word zeker eventjes lid van ons YouTube-kanaal.